zo. Dit is echt superleuk. Er zijn allerlei festiviteiten dit weekend in ons dorpje Bubio. Palenta-feesten. Ja. Maar vanavond is er al allerlei muziek en eten en weet ik het wat allemaal. Dus daar gaan we nu heen. En we worden begeleid naar ons plekje. Want er, zijn dus hier, er is dus hier een hele... Bij de Vetrograd. En die zijn hier dus naartoe gekomen. Echt mega veel campers. Maar er zijn hier dus heel veel campers naartoe gekomen. Nou, wij willen ook even gaan kijken. Dus we mochten hier gewoon staan. Super lief. Echt, de gemiddelde leeftijd is denk ik 85 plus. Nou, inmiddels iets jonger. We hebben er zin in. Ja, leuk. En hoe is de day after? Leuk. Ik moet zeggen, ik vond het verrassend gezellig. Ik vond het leuk. Het was ook echt veel drukker dan we dachten. Ja, hè? Het was echt volop druk inderdaad. Ook gewoon overal kon je gewoon je wijn tappen. Voor 5 euro kocht je een mokje en daarna drinken maar. Het is ook leuk dat er nu al mensen zijn. Er is nu alweer een markt gaande. Gekhuis. Ciao, wij zijn Lisa en Erik. Samen met ons camperbusje Fred zijn wij in Piemonte. Het is even stil geweest, maar het is ons gewoon gelukt. We hebben dit prachtige huis gekocht in Bubio. Nou, met wie zitten we nou aan de koffie? Vanaf nu nemen jullie mee op weg naar de overdracht en natuurlijk de verbouwing. In de afgelopen tijd kregen we leuk bezoek. We hebben ingeburgerd tijdens ons eerste dorpsfeest en bezochten de Italiaanse paars Luca en Florence. Terug naar half april. Ja hoor, we zijn er weer een keertje. Zeker! Tijdens de lunch. We hebben wat nieuws. Een mooi moment wil je hebben. Ja, we hebben nieuws. We hebben net een bericht gekregen van onze Nederlandse makelaar. Is dat gisteren de Geometra aan het werk is geweest. Die hebben het huis bekeken. En de eerste indruk is geen gekke dingen aangetroffen. Nee, dus dat is in ieder geval alvast heel fijn. Yes. Er zijn nog wel wat dingetjes die gedaan moeten worden om het huis in lijn met alle reglementen te krijgen. Ja, dat was het korte berichtje wat we nu hebben gekregen inderdaad, dus dat weten we nog niet exact. Geen idee waar het inhoudt. Nee. Of dat het inderdaad betekent dat een keuken ergens is waar die niet zou mogen zijn. Of dat de elektra al 50 jaar niet meer mag. Of de leiding of geen idee. Of dus die extra schuur die niet zomaar omgebouwd mag worden. Ja. Dat kan ook. Dus hopelijk krijgen we snel meer duidelijkheid van de Geometra zelf. Ja, ergens in de komende weken meer duidelijk. Dat zou fijn zijn. Maar dit is in ieder geval al wel vast een positief berichtje. Dus we dachten, nou ja, dus een update. Laten we die vastleggen. Zo is het. Goedemorgen. Buongiorno, buongiorno a tutti. We hebben weer een keer een shotje vanuit de bus. Ja joh. Dat is al geleden. Wat gaan we doen? Wij hebben een, appuntamento con il banco per aperto un conto. Dus we gaan een rekening openen bij de bank, zodat we straks daar de huis mee kunnen betalen. Het hoeft niet per se, overigens, maar het maakt dingen wel makkelijker. Ja, makkelijker en een stuk goedkoper. En goedkoper vooral inderdaad, want... Je kunt hier, wat heel lang dus heel gebruikelijk is geweest, betalen met cheques. En wat eigenlijk nog steeds heel gebruikelijk is. Tegenwoordig wordt er ook wel met de notaris gewerkt en een derde rekening. Ja, maar dat is ontzettend duur, hebben we begrepen. Ja. En daarnaast komt, wij hebben nog nooit van ons leven een cheque ondertekend. Dus, dat lijkt ons wel leuk. Alleen dat is wel best een reden. Nee, maar we gaan natuurlijk gewoon officieel ook emigreren. Dus we willen ook gewoon sowieso een rekening. Dus we dachten, nou... Als we ervoor zorgen dat dat alvast gereed is, dan gaat het helemaal goed komen. Ja, alleen je kunt alleen de afspraak maken voor het openen van de rekening bij de bank in de plaats waar je zo meteen gaat wonen. Ja, Bubio. Dus wij moeten nu inderdaad van de ene naar de andere kant van Piemonte rijden, zodat we in Bubio het account kunnen openen.
hoe ver we komen vandaag. Ja, ik heb met haar gemaild. Zijn Engels niveau is denk ik net zo goed als ons Italiaans. Dus ja, dat is nog even spannend. Maar hij heeft ons uitgenodigd, dus we gaan het zien. Hé, hey, wie komt daar nou aangelopen? Ja, het is gelukt jongens. Gelukt. We zijn de bank uit. Je wil, ja, hoe, jullie mogen raden hoe, hoe lang. Oké, 3, 2, 1, 2,5 uur. Een kwartier, bijna 2,5 uur gezeten inderdaad. Oh man, man, man. Ik wist niet dat het openen van een bankaccount zo lang duurde. Oh, en we hebben denk ik echt misschien wel, nou, zonder het overdrijven, 70, 80 handtekeningen per persoon moeten zetten. Dit is echt zonder overdrijven. Ik weet dat Erika houdt van overdrijven, maar ja, dit is echt dit zo. Niet normaal. Maar goed, het is gelukt. We kunnen online bankieren en alles. Ja. Dat is helemaal blij. En nu gaan we even lekker een koffietje doen. Althans, zullen we hier of zullen we daar? Ja, we gaan wel eerst even daar kijken. Ja. Nou, tot later. Morgen deze morgen. Ciao, ciao, ciao. We staan weer op ons inmiddels favoriete plekje in de buurt van ons nieuwe huis. Ja, in Moneybee. Moneybee heeft deze mooie plek. Leuk schattig dorpje, mooie brug. Of hier, dat hebben we al vaker gedaan nu, maar kun je dus lopen naar Bubio. En dat is, hoe lang lopen we ook weer? Een uurtje of zo? Ja, ongeveer. Dus dat vinden we wel lekker voor de beweging. En als we aankomen staat de koffie in de brioche klaar. Precies, en dan gaan we weer terug. En we hebben dus nu ook van de Geometra bericht gekregen. Oh, ja, inderdaad. Kort hoor, maar alvast een update. Dat we een prachtig huis hebben gekocht en dat hij in zijn ogen in goede staat is. Er moeten nog wat dingetjes gebeuren, maar niks ingrijpends. Dus, nee, dat er dingen moesten gebeuren, dat wisten we zelf ook wel. Maar we zijn natuurlijk wel heel blij om te horen dat er geen gekke grote dingen zijn. Nee, als het goed is krijgen we volgende week nu een rapportage en dan weten we echt meer. Dus eigenlijk hebben we al een beetje opluchting. Ja, we weten inmiddels wel dat volgende week hier een ruim begrip is. Ja, dus het kan ook nog 2 weken duren. Ja. Maar in ieder geval zijn we wel ruim voor de deadline. Ja. En ziet het er dus gewoon uit dat dit gewoon allemaal 100% door kan gaan, de koop. En dat is natuurlijk wel gewoon hartstikke fijn. Ja, echt heel erg fijn. Altijd een fijne break dit, hè? Zeker, hier doen we het eigenlijk voor. Die wandeling kan gezonder worden. Het is toch leuk om elke keer weer eventjes in ons dorpje te zijn met de kerk. We krijgen al een beetje de vaste plekjes. Dit is een leuk barretje. Het is ook niet zo keus. Maar ik vind dit wel een heel leuk plekje. Ja, we hebben 3 hele leuke koffiebarretjes. En ja, met meer. Je kan overal lekker je wijntjes pakken. Zeker, wij zijn helemaal blij. Ja, het ziet er toch wel lekker uit. Eet smakelijk. We hebben een nieuwe afspraak voor het huis vandaag. Ja. Nou ja, niet helemaal voor het huis eigenlijk. Het is meer voor ons persoonlijk en alle dingen die bij de B&B komen kijken. We gaan naar een commercialista vandaag. Ja, oftewel de lokale accountant. Ja, iedereen zegt dat het wel aan te raden is om dat in Italië, om daarvoor iemand in de arm te nemen. Dus dat gaan wij uiteraard ook doen. En we weten helemaal niet of we met deze persoon gaan samenwerken, maar we gaan een kennismakingsgesprek voeren. Dus dan gaan we eens even kijken wat er allemaal uit gaat komen en hoe duur dat is en zo. Daar ben ik vooral ook heel benieuwd naar. Ja, ik ben heel blij dat we iemand hebben gevonden in de buurt van Bubio. Ja, en die spreekt ook heel Engels. Diegene spreekt Engels. Dus razend benieuwd. We hebben nog geen idee wat we gaan vragen, dus we hebben nog ongeveer een uur om nu te overleggen. Ja. En dat komt nu helemaal goed. Ja, weet je, het is best wel lastig, want we hebben natuurlijk nu een bedrijf in Nederland dat overgezet moet worden. We willen dus emigreren naar Italië. We willen dan hier een ander bedrijf natuurlijk openen voor de B&B. Dus dat zijn allemaal dingen, ja, hoe werkt dat allemaal? Wat zijn handigheden? Ja, en wordt zo'n B&B, is dat ook zakelijk aftrekbaar? Of in ieder geval verschillende belastingen die erbij komen kijken. Hoe zit dat? Moeten we wel ergens rekening mee houden? Ondanks dat wij waarschijnlijk tot het einde van dit jaar nog wel in Nederland wonen. Dus dat was even een partijtje pittig, of niet? Ja, dat was weer een flink gesprek. Nou, we hebben echt mega veel geleerd. Ik vond het echt heel interessant. Dat was superleuk. Maar het is wel 28.000 verschillende vormen om onze business te gaan runnen. Ja, en er zitten toch dingetjes iets anders dan dat wij van tevoren dachten. Ja.
Dus dat is ook wel weer leuk, dat je dan toch weer even nieuwe dingen leert. Maar sowieso, het was een leuke, vriendelijke dame, sprak heel goed Engels. Ja, en, echt heel fijn. Op elke vraag die we stelden had ze wel een antwoord. Ja, we hebben daar echt anderhalf uur gezeten of zo. Ik denk zo nog langer. Ja. Ik heb zelfs de parkeermeter nog twee keer moeten verzetten, omdat ze gewoon lekker door bleef gaan. Ja, dus we hebben nu al heel veel informatie gekregen, dus dat is echt al heel erg fijn. Dus we zijn in ieder geval heel enthousiast over haar. Het is heel positief. Ja. Ja. Dus nou ja, de komende tijd hebben we weer wat te doen. En hopelijk kunnen we dan in september weer een afspraak met haar maken om te bepalen wat we nu precies gaan doen. Welke vorm van bedrijven en dat soort dingen. Ja, absoluut. Wordt vervolgd. Even een drankje om het te vieren. Ik weet niet wat, maar chin chin. We weer een gesprek hebben gehad. Weer een stap dichterbij gekomen. Dat sowieso. Zijn we weer op onze vaste wandeling? Zeker zijn we weer op onze wandeling. En wat gaan we doen? Nou, Bubio, koffie drinken, briochjes eten. Maar met gezelschap. Ja, want we hebben superleuk nieuws. Mama en Peter zijn er weer. Yay. Deze keer niet met de camper. Nee, we zijn alvast alle leuke B&B's in de omgeving aan het uitproberen. Ja. Gisteravond hebben we ze al even gezien. Toen we hebben een drankje gedaan samen. Dat was hartstikke leuk. En nu zijn wij dus op weg naar Bubio. Daar slapen zij. En mogen wij morgen mogen we het huis bekijken? Ja, dat vind ik vooral natuurlijk het meest leuke hieraan. Ja. Dus het is al ons enthousiasme delen en kijken of het ook weer gedeeld wordt. Zeker. Leuk. Dus hebben we er zin in. Nou, met wie zitten we nou aan de koffie? Cappuccino. Wat gezellig. Oh, kijk, een beetje water voor ons. Die mama er is, die zit in een superleuk B&B. Ja, ik kan het natuurlijk eigenlijk niet promoten, want het is een Bubio. Maar ze hebben ook een restaurant. Nou, nee, het is een agritourisme. Agritourisme. Ja, dat is toch wel wat anders. Geen concurrentie. Maar zij hebben een restaurant. En dat is natuurlijk wel heel erg gunstig, want wij willen in principe geen restaurant. Dus ja, als dat een lekker restaurant is, kunnen we de mensen natuurlijk doorsturen. Zeker. Dus we gaan daar vanavond eten. Daar heb ik echt wel zin in, want het zag er heel leuk uit toen we daar vanmiddag al eventjes waren. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe het smaakt, natuurlijk. Ik ben direct voor 10, dus ik hoop dat het er ook erg goed gaat smaken. Dat denk ik ook, ja. Nee. Dat kan ik niet hoor. Dat is wel een vakken voor de mensen er heen te kunnen komen. Daar zit nog iemand met zijn telefoon. Lekker hoor. Zin in, Peet? Heerlijk, ik ben heel benieuwd. Ik ook. Wij hebben een asperge taartje met kaassaus. En jullie hebben gnocchi met forel. Klaar. Ook asperges. Lekker. Hey Eer, wat heb je bij je voor leuks? Wij hebben een heuse taart gebakken. En als ik zeg wij, dan bedoel ik ik. En wij gaan opeten. En als ik zeg wij, dan bedoel ik ik. Nice. Lekker hoor. Ja, het is jammer dat het een beetje bewolkt is, maar het ruikt hier lekker, hè? Ja, het ruikt hier. Allemaal kruiders. Ik ben benieuwd wat jullie er verder van vinden. Wij ook. Ja, voor je Peet, als hier een hele lange tafel staat, dat je hier ook een keer aan kan eten. En drinken voornamelijk. Ja, en dan kun je hier leuk lampjes op hangen. Oh. Ja, heb je ook wat leuks gevonden, Zola? Vond je van het huis? Ademt, Kim. Ademt, sfeer, thuiskomen. En geborgenheid, maar ook nog
uitzicht, wat we niet helemaal goed hebben kunnen zien, omdat het een beetje slecht weer was. Maar 1000 mogelijkheden. En jij was? Rust, veel rust. Dus een stukje zingeving bij de kerk. Ja, heel mooi plekje. Het lijkt me heel veel potentie. Ja, misschien wel heel veel te doen. Ja. Maar wel zeker een heel mooi plekje. Ja. Heel mooi eens. Ja. En jij, Erik? Hoe vond jij het om er weer te zijn? Maar ik vond het echt een feestje. Het is echt, elke keer ben je, je gaat toch weer twijfelen als je lange tijd niet bent geweest. Maar het is zo ontzettend fijn. En dan nu, toen nog een keer wat rustiger ook bij de schuur waren. En dat je dan alle ideeën die dan de afgelopen maanden door je hoofd spelen. En nog een keer dan op die manier kan kijken. Echt. Ja, ik ben helemaal warm van, helemaal blij. Ik vind jullie ook heel goed in de jaren. Yay! Zeker ook in verstaan. Hele goede conversaties heb ik al gehoord. Waarvan jij dacht, wat zeggen ze allemaal? Ja, dus ik zeer trots op jullie ben. En niet alleen voor de taal, maar ook wat jullie allemaal willen gaan doen. Nou, dat is vast gelegd. Ja, het staat op camera. Die kunnen we maar weer even in de zak steken. Heb je nu dezelfde stand, Sanies? Ja. Heb jij nog een Lies gegeven? Nee, ik zeg alleen, ik ben het overal mee eens. Ik val niet veel meer dan tot de volgende. Nee, dat is... Gaan ze weer, hoor. Weer een afscheid. Ja. Niet voor lang. Doeg! Goedemorgen. Buongiorno, buongiorno. Wij hebben het technische rapport gekregen van de Geomica. Ja. We wisten natuurlijk al dat het huis, we hadden al een bericht gekregen dat het overal in goede conditie is. Geen schokkende constateringen. Dat is alvast heel positief. Maar het zijn toch wel heel wat puntjes nog die extra aandacht hebben. En heel veel nisjes in het pand en ook die nisjes die moeten blijkbaar ook op de tekening worden weergegeven. Er zijn ramen waar geen ramen zouden moeten zitten en vice versa. Het bijgebouwtje heeft een balkon, een structurele aanpassing is dat en die staat niet op de tekeningen. Dus daar moet misschien zelfs nog wel een hele vergunning voor aangevraagd. En zo zijn er toch heel wat, nou, min of meer kleine puntjes die aandacht nodig hebben. Vooral dingen die dus inderdaad nu niet op de tekeningen staan. Maar goed, dat is in principe gewoon een ding wat de huidige bewoner moet fixen. En ook niks dat de koop in de weg zou staan wat ons betreft? Nee, dus het enige wat zou kunnen is dat het veel tijd kost. Dus overal zijn we eigenlijk best wel blij. Ja, we schrokken in eerste instantie van het rapport wat ongeveer zo dik is. Maar het zijn echt heel veel details. Dus we zijn vooral benieuwd ook hoe dit nu verder gaat. Want we weten wel dat bepaalde dingen nu dus dan bij de huidige eigenaar liggen. Maar ja. Hoe werkt dat dan? En stel dat het haar dan toch niet lukt om bepaalde dingen te fixen met de, hoe heet het? Lokale autoriteiten. Ja, dan, wat dan? Worden er dan dingen gesloopt? Of, ja, want dus, dat willen we natuurlijk ook weer niet. Nee, ze zijn nu een mail aan het opstellen terug naar Geometra met nog een aanvullende vraag die we hebben. En naar de makelaar, die kan ons vast ook wel wat meer vertellen erover. Ja, en dan gaan we vanaf daar weer op naar de volgende stap. Dus blijf nog even spannend.